Oh. Ja, medeleper. Hé, hey, Petertje. Het is Petertje. Zie jij? Start jouw auto niet? Ja, is een accu leeg. Hé, hey, dan moet je met je zo starten met een paar startkabeltjes. Hé? Ja, rooi is plus en zwart is min. Het is net anders dan op je draaibank. Het was rood plus, rood in de min en zwart plus. Hé, we zitten een beetje in. En wij zijn eigenlijk pas benieuwd of er nog garantie is. Garantie, Petertje? Ik versta ook niet zo goed, Petertje. Valt weg. Ja, de verbinding was steeds slecht, Petertje. Ik denk dat het u tegen de garage. Hey, zo komen er natuurlijk allerlei mensen bij mij in de garage. En het is niet altijd met een auto, hè. Zo kwam er Jan Gerritsen bij mij met de vraag of ik niet een groepje korfbaldames wou sponsoren. Zelf dacht ik al vlug van de senior. Ik zag meneer al tijdens kampioensvisjes zongen met hun onder de douche dan. Met hem viel Lille tegen. Het eerste team dat er nog over was voor de leperauto's, dat waren de recreanten. Wauw. Toch zag ik al snel een paar flinke voordelen. Ten eerste, de meeste recreanten die beschikken over een ferme vuurregel. Dus de leperauto stond er duidelijk op kunnen staan. Ten tweede, die recreanten die lopen niet meer zo hard. Dus ik dacht, Ted zat hem te lezen. Maar in de praktijk viel er toch een beetje tegen.